Oh, oké. Okay. Oké, wacht. Nee. Oh. Nee, wat de fuck gebeurde er? Waarom ging ik terug naar links? Oh, dit is zo frustrerend. Hey, dames en derps. Ik kan het gewoon niet laten om mijn intro te doen op de maat van het Super Mario muziekje. Dus, hey, dames en derps. Welkom terug bij een nieuwe Mario Maker hier op mijn kanaal. Doe een duimpje om, ho 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 hoog, lief. Oké, dat was wel mooi. Welkom terug bij Super Mario Maker. In plaats van te bouwen, gaan wij vandaag weer naar de levelwereld om een paar van jullie leveltjes te spelen. Jongens, ik heb het wel een beetje gemist, heel eerlijk. Ik vond het altijd wel leuk om jullie leveltjes te spelen. Maar het was natuurlijk ook heel leuk om zelf een mappie te maken en die door Link te laten spelen. Dat vond ik heel interessant en dat ga ik waarschijnlijk nog een keertje doen in de toekomst. Maar voor nu gaan wij weer jullie mappie spelen. En wil je nou ook een mappie insturen, doe dat dan eventjes in de reacties beneden. Zorg er wel voor dat je het woord level erin doet, zodat ik het terug kan vinden. Zeg gewoon, speel maar een level, dubbele punt, je weet hoe het werkt. Oké, okay, de eerste comment is geplaatst door A.W. Godzeft. Dat is echt de beste YouTube naam die ik ooit heb gezien. Hoi yo, zou je maar even willen spelen? Het idee is. En we gaan het lekker spelen, jongeman. Volgens mij schrijft. Ik weet niet eens of hij Impossible zo schrijft. I don't know. Levels door WSP gemaakt. Ik dacht al. Hij zal vast wel een hele mooie naam hebben. Aangezien zijn YouTube-naam ook heel mooi is. Thanks voor dit. En wij gaan hier lekker overheen. Dat is niet zo heel moeilijk. Kijken waar wij terechtkomen. We zijn hier. Moet ik ze allemaal killen of zo? En dat je dan die sleutel krijgt? Yes, ik wist het. Ik had al een gevoel dat je alles moest killen voordat je de sleutel kreeg. Oké, we krijgen ook meteen weer een power uppie. Dit is inderdaad niet een heel moeilijk level. Oké, deze was de bedoeling om open te gaan. Not a problem. Oké, dit ziet er niet heel moeilijk uit. Hij zei van, this level is not impossible. Maar we gaan het zien of hij daadwerkelijk niet onmogelijk is. Het ziet er tot nu toe erg makkelijk uit, dadelijk. Oké, we gaan naar een volgend stukje. Je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren. Oké, wat doe ik? Waarom sprong ik er vanaf? Waarom sprong ik er nou vanaf? Ik weet niet wat ik bezielde. Ik denk, ik had iets in mijn hoofd, maar ik weet niet wat. Oké, ik moet helemaal opnieuw. Ja, fuck. We zijn wederom hier. Laten we er niet afspringen. Oké, het gaat goed. Oké, yes. Oké, ik heb hem weggeduwd. Gelukkig maar. Nee, wat doe ik nou? Oh, what the fuck? Ik heb mijn eigen jump gehaald. What the fuck was dat? Ik denk, ik ga het niet halen, maar ik jumpte eraf. En op een of andere manier haalde ik het toch. Oh, dat ziet er niet veilig uit. Oké, waar gaat het helemaal heen? Oké, we hebben een checkpointje. Dit vind ik heel fijn. En dankjewel daarvoor. Nu moet ik weer kleiner worden. Hey, thanks voor dat, knul. Moet ik nou gewoon. Krijg ik nou gewoon daar een sleutel uit of zo? Oh, de sleutel komt daar uit waarschijnlijk. Yes. Oké, tot ziens. Ik had al een gevoel. Er moet hier ergens een sleuteltje verstopt zitten. Maar ik had hem al gevonden. Oké, P-deurtje. Waarschijnlijk moet ik nu. Oh, dat is een Bowser. Bowser, get the tering. Get the tering, Bowser. Get the tering, Bowser. Nou, oh, hij is wel dood. Oké. Ik pak deze lekker op en ik ga er vandoor. En we did it. Dat was niet eens zo'n heel moeilijk level, knul. Je zei, het level heette dat ik not impossible, maar het was echt een vrij eenvoudig level. Oké, op naar het volgende. Oké, we zijn bij het volgende level aangekomen, gemaakt van Jeffrey. En Jeffrey die reageerde en die zei, kun je mijn level spelen? Het level hier is. Hij zegt info. Verschillende betekent zoek de verschillen. Bij quiz staat mushroom verkeerd geschreven. Niet bij zoek de verschillen onderlangs gaan. Zoek bij verschillen is moeilijke quiz. Tip. En even met een bom te maken. Oké, hij heeft een hele uitleg erbij. Geen idee wat het allemaal inhoudt. Ik ga het gewoon spelen. Parcours, quiz, verschillen, battle van Jeffrey. Ik vind het interessant, want dat zie je niet zo heel vaak namelijk bij Super Mario. We gaan over deze dingen, want dat kan met Yoshi. Dat was niet heel moeilijk. Oké, we kunnen gelukkig zo'n heel stuk vliegen met deze man. Oké, we moesten hier iets doen, hè? We moesten waarschijnlijk niet hierheen. Nee, we moesten niet daarheen. Goed job, Joost. Dat is een goed begin. Ik weet niet of we het nou goed doen. Oh, dit is zoek de verschillen. Oké, ik weet nog niet wat de rest was. Oh. Wat? Daar stond er beneden toch zo'n ding? Oké, laten we in ieder geval maar gewoon proberen de weg goed te volgen. Want ik denk niet dat het zo de bedoeling is hoe we het nu doen. Ik denk dat het de bedoeling is dat we hier overheen gingen. En ik denk dat het ook de bedoeling is dat we niet Yoshi gingen gebruiken. Dus laten we dat maar niet doen dan. Like mij. En dat we dan hier doorheen gaan. En dat we dan in dat vliegende ding daaronder terechtkomen. Of in dit vliegende ding. Oké, wat staat hier? Mushroom.
Volgens mij staat hier mushroom. Mushrooms? Mushroom uitroepteken. Oké, dankjewel voor dat. Ik denk dat we hier onderdoor moeten. I don't know. Oké, het is een beetje een verwarrend level. Ik heb nog niet echt die battle of die zoek de verschillen of whatever heb ik nog niet gezien. Althans, ik denk dat ik het wel gezien heb met, die bommen. Oké, one uppie. Hier is ook een one uppie in. Oké, hij zei mushroom, hè? Oh, dit is echt dat je zijn pad moet kiezen. Ja, ik heb een goede gekozen. Hij zei dat je de mushroom moest pakken. Oké, dat was wel een beetje een tippie. Een tippie van de sluier. Oké, dit is de zoek de verschillen waarschijnlijk. Oké, ik zie al wat bommetje. Hij is niet zo heel moeilijk. Je ziet duidelijk dat er een blokje anders is. Oké, en wat nu? B, of 8. Huh? Maar er is geen 4. Ik heb mijn vertrouwen in dit ding. En ik had blijkbaar goede vertrouwen in dat ding. Als dit is waar ik heen moet gaan. Oké, we zijn nu vuur Mario. Get the tering, jongens. Get the tering. Ik weet niet wat... Dit is een beetje vreemd, dit. Oh, er komt weer een heksje uit. Hey, guys. Oké, ik heb er 1 gekillt. Dat is iets. Ik wil die andere ook nog even killen, want waarschijnlijk krijg ik daar wat van. Oké, hij leeft nog steeds. Gaat hij in zijn... En niet dead. Oké, we hebben nu 2 sleutels. Ik weet niet waarom we 2 sleutels hebben, waar dat goed voor was, maar we kunnen in ieder geval door deur 1. Oh, dat was dus hier goed voor. Oké. Duidelijk. Oh, we hebben nu een grote Bowser. Nou, prima. Als het goed is, kan ik hem gewoon... Ze zijn wel gul met die vuurbloempjes, hoor. Moet ik eerlijk zeggen toegeven. Hier, we kunnen gewoon weer een nieuwe pakken. We hoeven niet eens zorgen te maken over de vuurbreath van Bowser, want we kunnen gewoon letterlijk een nieuw bloempje pakken. Zie je, dat was niet eens zo heel moeilijk. Unlimited points sparen daardoor. Maar oké, we gaan weer verder. Was dit de battle? Ik bedoel, wat was het ook alweer? Zoek de verschillen. I don't know what we hebben. Oh, dit was het. We hebben het gehaald. Ja, hoor, daar is het einde. Hoppakee. Nou, dat was hem. Doei, Mario. Oké, het volgende commentje is geplaatst door Rakka Frins. Die zegt, hey Joost, wil je alsjeblieft mijn level spelen? Het idee is brrr. Alvast heel erg bedankt. En hier zijn we dan. Het leveltje is van Rakka. Het leveltje voor Joost. Ik hou er zo van als jullie leveltjes specifiek voor mij maken. Dat maakt me altijd heel erg vrolijk. We gaan kijken wat voor leveltje dit gaat zijn. En wat we moeten doen in dit leveltje. We hebben hier in ieder geval een spring. En we krijgen heel wat dingetjes die we waarschijnlijk met z'n mee kunnen killen. Tot ziens. Wat zit hierin? En een sterretje. Oké, dankjewel. Ik weet niet waarvoor dat goed is. Maar we moeten hier naar boven zo te zien. Ik weet niet hoe we daar naar boven moeten. Waarschijnlijk. Oké, wat komt daaruit? Oh, daar komt zo'n ding uit. Die wil ik eigenlijk wel hebben. Kom hier. There we go. Thank you. En we zijn hier. Oké, dit ziet er echt wild uit. Oké, weer een sterretje. Thank you. We kunnen hier al gewoon gebruik van maken. Hè? Ik hoop dat ze dat weet. Oké, moeten we hier naar beneden? We moeten hier blijkbaar niet naar beneden. Ik ga daar ook niet meer in, zeg maar. Wat zit hier? Wat kunnen we hier vinden? En die hebben we nog. Oké, we gaan naar het wolkie. Ik weet niet wat dit voor level is. Rakka, wat heb je voor level gemaakt? Ik skip hem volledig. Overal komen sterretjes uit. Oh, hier is het einde. Rakka, wat de fuck was dit? Rakka. Dit was, oké, interessant. Nou, ik heb hem gehaald, Rakka. Dat was niet heel moeilijk. Het was een beetje wild, eigenlijk. Oké, jongens, de laatste comment voor deze aflevering is geplaatst door Sam Overeem. Die zegt, best Joost, wil je mijn level spelen? Ik heb ze met een vriend gemaakt. Geef ze alsjeblieft een ster, want we hebben er hard aan gewerkt. Ik geef vast een ster als ik vind dat hij een ster waardig is. 2 moeilijk en 1 makkelijk. En hij heeft de 3 gestuurd. Maar we gaan er maar 1 spelen. En ik hoop dat we een beetje een moeilijke krijgen, want ik ben wel een beetje op zoek naar een uitdaging nu. Dus Ine, Mine. Grijp iemand bij de rug. Als het schreeuwen over is, moet ik van mijn moeder de beste uitkiezen. En dat ben jij. Tweede idee is gekozen, jongens. Bam, laten we hem invoeren en laten we hem spelen. Oké, we zijn bij het leveltje Just Do It Hard van Sam. Laten we eens kijken of dit dan ook echt een van die moeilijke leveltjes is. Want er zit wel het woordje hard in de level, dus we gaan het zien. Of deze te doen is... Het begint al meteen met Hammer Throwers. Sam, ik haat je met mijn leven. Ik haat je echt heel erg, Sam. Fuck jou, wil je dat niet meer doen? Dat kan ik echt niet tegen. Oh, dat was best wel een flinke combo. Maar oké, laten we hopen dat we hier niet door gejuked worden. Oké, there we go. Nice, oké, dat ging goed. Ik wil eigenlijk nu al een checkpoint hebben, want ik vond dit chill. Oh no. What the fuck was dat? Ik sprong volledig op die Koompa Troompa. Man. Oh no. God damn it. Ah, nee. Ik hoopte zo dat ik de laatste onder zou krijgen en niet boven. Man. Wat als we... God damn it. Ik wil het proberen. Waarom doe je dit, Mario? Waarom doe je me dit aan? Fuck. Kom op. Onderste de ring en dan omhoog. Zo moeilijk was het niet. Dat had ik hem ook in 1 keer. Oké, there we go. Dit is more like it.
Dit is wat ik wilde. Ik wilde hier bovenop komen. En did it. Nice. Dat is wel een goede tactiek. Gewoon met de spin jump via die ding naar de onderkant gaan. Oké, okay, there we go. Meteen naar het volgende stuk. Oh my god, nee, dat kan je niet menen. Dat kan je niet doen, ouwe. Je kan niet van die dingetjes ook nog naar beneden gooien. Dat is niet hoe het werkt. Dat is niet hoe het werkt. Dan ben je gewoon met luck aan het spelen op dit moment. Oké, okay, oh, ik heb hem flink gejuked. Ik heb hem echt flink gejuked. Oké, okay, wat moet ik nu doen? Komt er nog een bullet bill uit? Wat is de bedoeling? Oké, okay, we zijn nu hier. Wat is de bedoeling? Wat moet ik doen? Was het de bedoeling dat ik dat wolkje ging pakken of zo? Ik snap het niet. Wacht, misschien... Ik denk dat dat het is. Ik denk dat ik de bullet bill moet gebruiken. Maar dat is moeilijk, ouwe. Dat is moeilijk. Oké, okay. Bullet bill. Oh. Oké. Okay. Oké, okay, wacht. Nee. Oh. Nee, what the fuck gebeurde er? Waarom ging ik terug naar links? Oh, dat is zo frustrerend. Dat is zo frustrerend. Jesus Christ. A few moments later. Okay, jongens, ik ga jullie even wat vertellen. Die Hammer Bros aan het begin, die zijn niet te peilen. Je kan niet zeg maar wel overheen komen. En ik heb een soort trucje gevonden dat je in één keer er doorheen kan springen. En je hebt een paar keer gezien dat het me gelukt is. Maar het is ook heel vaak niet gelukt. Ik probeer hem nu even één keer te halen. En there we go, dat is hoe je hem haalt. En dan kan je in één keer zo naar de volgende stuk. En dan kan je hierover verder springen zoals eigenlijk gewoon de bedoeling is. Maar het kutte is, dit is nog wel vrij eenvoudig. Althans, ik weet wat ik hier moet doen. En ik weet ook hoe je hier verder kan komen. Alleen het probleem is... Aangezien die Hammer Throws aan het begin zo ontiegelijk kloten zijn. De level zelf is gewoon niet meer leuk, zeg maar. Hero, ik vind het niet erg dat ik dit stuk opnieuw moet doen. Met dat springen en dergelijke en die bullet bill. Maar dan kom je hier weer en dan doe je dit. En dan ga je weer 10.000 keer dood voordat je er doorheen bent. Dus daarom ga ik dit level nu stoppen. Niet omdat ik het niet wil afhalen. Niet omdat ik niet bewust ben dat ik het kan halen. Maar het eerste stuk met die Hammer Throws is zo niet te peilen. En bijvoorbeeld in mijn level had je met die planten, weet je wel. Dat is ook super irritant. Maar elke keer als je het level speelde, kon je op dezelfde manier, op dezelfde timing, kon je er doorheen komen. Dit is niet te peilen. Die Hammer Bros lopen altijd een andere kant op. Waardoor je telkens maar geluk moet hebben om er doorheen te komen. En dat maakt het zo jammer. Ik heb het level graag willen uitspelen voor je. Of in ieder geval willen proberen, Sam. Maar het is gewoon te kut. Je hebt het gewoon te kut gemaakt. Denk jij dat je het beter kan dan deze jongens door een fucking vet level te maken in Super Mario Maker? Laat hem dan achter in de reacties. Gebruik wel het woord level zodat ik hem terug kan vinden. En dan zie ik je volgende week misschien wel bij het spelen van jouw map. Later.